De afgelopen 8 jaar zijn wij elke woensdag helemaal stuk gegaan voor jullie. Jullie hebben meer dan 100.000 opdrachten ingediend en elke week bepaald wat wij moesten doen. Ik ben echt nog nooit zo bang geweest. Ja. Holy man. Hier met mijn bootje! Besef dat we nu echt een probleem hebben. Hè? Maar aan alles komt een einde. Na 417 keer stuk gaan. Talloze boetes en aantekeningen. Dat worden boetes niet, hè? Dat worden boetes. Vele bizarre ontdekkingen. En de spannendste en gevaarlijkste avonturen. Komt er een einde aan een prachtig hoofdstuk. Ja, je hoort het goed. We gaan stoppen met de woensdagopdrachten. En dit is een van de laatste opdrachten. Stefan, en vandaag ga ik bepalen wat wij gaan doen. Yes. Oh nee. Nou, wat gaan we dan doen vandaag? Nou, jullie weten dat ik helemaal gek ben van pretparken. En vandaag gaan wij leven in een pretpark. We hebben namelijk Walibi helemaal voor onszelf vandaag. En het is de bedoeling dat je de hele dag in attracties blijft zitten, oké? En er is één regel, dus let goed op. Je krijgt 60 minuten pauze. Dus als je even naar de wc moet, dan gaat dat van die 60 minuten af. En als die 60 minuten voorbij zijn, dan moet je dus de rest van de tijd tot de avond in diezelfde attractie blijven zitten. Nee, maar ik heb nog wel wat meer te doen dan alleen opnames vandaag. Dat snap ik, maar alles wat je normaal gesproken op je normale dag doet, doe je vandaag dus in een pretpark. Echt een top idee, Steve. Dankjewel. Jij hebt sowieso nog niet gedoucht, hè? Nee, ik ga wel even lekker douchen. Ik heb nog niet eens om bee te houden. Ja, lekker! Pretpark, yeah! Nou, wat een mooie tafel. Hier staat alles wat wij normaal gesproken gebruiken op een normale dag. Dus als je ontbijt, lunch, avondeten wil, staat het hier. Als je een spelletje wil spelen, staat het hier. Handdoeken voor als je vies wordt. Deo, douchespullen, boekjes, scheren. Giel, ja. Ik heb voor jou nog één verrassing. Blijf even staan. Ja, mijn kindje. Oh ja. Die heb je vandaag ook. Je mag kiezen. Ja. Hij lijkt sprekend. Ja. Ik denk dat deze meer op mij lijkt, jongens. Ja? Maar dit hoort wel bij de dagelijkse gang van zaken om de fles te geven. Dus zeker. Ja, ik moet ook een keertje in een attractie de fles geven. De 60 minuten timer gaat in beeld. Okay. Ja, dan gaan we. 3, 2, 1, go! Go, fuck! Ik ga douchen. Yo! Moet je snel zijn, Steven. Dit is mijn attractie. Het kost allemaal tijd. Het kost allemaal tijd. Eerste ritje! Woehoe, ik heb er zin in! Huh? Wat ga je nou doen, joh, gek? Hey! Stop! Wat doe je nou? Ik moet nog douchen! Oh, fuck, dude! Geen goed idee. Ik zit in de allereerste attractie. De zon is lekker opgekomen. Wat doe ik in de ochtend? Altijd mijn mail bijwerken en een belletje plegen met kantoor. Dus dat ga ik proberen te doen in deze rustige kinderattractie. Zo, dat is ook gek. Ah, fucking hell zeg. Jezus Christus. Oh, dit is niet te doen. Fucking hell, wat een ellende. Jeroen, zit je op kantoor? Ik zit op kantoor. Ja. Ik kom vandaag niet naar kantoor, want ik moet mijn dagelijkse bezigheden hier in een attractie houden. Wat is dit? Dus laat, ik weet niet wat er op de planning staat, maar laten we het snel doornemen. Moet wel een beetje fris zo. Je moet nog een keer spoelen, het zit helemaal onder. Even kijken. Oh, nou is het rustig.
kut. Dit is zo kut, hè. Dit is zo kut. Zo. Het zit ook in één keer goed, hè. Stop, hoor. Het zit in één keer goed. Ik kan niet anders zeggen. Derde keer, gast. Ja, ik blijf sowieso nog even zitten, denk ik. Ik ga even sporten, denk ik. Ja, is goed. Top. Oké, welke attractie ga ik doen? Die heb ik gehad. Ik ga naar die. Ja, die. De speed show. Hey, is het Giel? Hey, Giel. Hey, Tom. Hey, Giel. Gaat goed? Of het goed gaat? Ja. Nee. Oké, ik moet snel naar attractie. Wow. Ik moet snel naar attractie. Ik zit. De tijd stopt. Ik heb het vliegje in mijn hoofd. Wat was de record ook alweer? 10, hè? Ja, 10 keer halen. Ik zit nu op 5 of 6. Ik wil die 10 ook halen. Ja, gast, ik zit de hele dag in een attractie, dus ik kan nu niet. Ik kan nu niet naar je toe komen. Ik heb niet zoveel zin in deze attractie. Oké, daar gaan we dan. Dit is zo'n naar gevoel. Hij gaat zo meteen... Ah, oh, nee, ik wil het helemaal niet. Oké, rustig blijven, Thomas. Rustig aan. Sporten. Holy shit! Sporten! Hoe kan ik nou sporten? Oh, joh! Sporten! Dit is best wel eng, hoor. Dit is niet zo'n lekker gevoel in je maag. Oké, ik ga echt heel snel naar de volgende. Oké, mijn volgende avond, die ritueel naar de laptop. Ja, dat is de fles geven. Fles geven, kom op. 6. Zijn we! Ik vind achtbanen dus echt verschrikkelijk. Het is echt niet mijn ding. Sorry, het spijt me, maar ik word heel snel duizelig. Het kan goed zijn dat ik deze maar één keer doe. Kan ik mee? Ja, je mag mee. Hoe lang zit je er al in? Dit wordt mijn 9e keer. Dus kom erbij, houden. Het is de 9e keer. Ja, ik ga verder de fles geven. Ik weet niet waarom dit is, maar hey, dit is gewoon niet mijn ding. Ik ben gewoon nerveus. Ja, start dat ding maar. Ja. Let's go! Yeah! Oh, fuck. Nou kan ik niet meer terug. Hè. Jongens, ik hou hier echt niet van. Kijk dan even. Hey! Zo, dit ding gaat nu al schuin! Hoe dan? Waarom ga je zo schuin, vriend? Oké, dagelijkse bezigheid. Du-du-du-du-du. Lekker drinken, vriend. Doe even drinken! Hey, 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 hey. Beetje melkie. Oh, shit. Ik hou hier niet van. Ik hou hier helemaal niet van. Waarom doe ik dit altijd? Deze klote dingen. Fuck! Vreselijk! Nooit meer! Ik doe deze echt niet meer! Oh, fuck! Leo! Drinken! Ga drinken! Oh. Ik vind het echt verschrikkelijk. Holy shit, ik ben nu al... Wat een amateur. Ja, het is jouw droomopdracht! Ja, ik blijf wel even zitten. Ik vind het prachtig. Oh, kut! Ik sta natuurlijk nu hier niks te doen. Kloten! Later! Nou, ja, hoppakee. Eten. Oké, top. Ontbijtje. Lekker. Ontbijtje. En een bakje fruit. Kom. Kom. Dit lijkt me leuk. Hoppa. Eigen pretpark. Lekker in mijn bakkie. Lekker hapje eten. Hoppakee. Oh man, ik kan niet eens. Even kijken of ik wat kan eten, maar ik ben al best wel misselijk. Tanden poetsen, alles al chill na het eten. Watertje, chill. Oké, draai maar. Oké. Vandaag kom ik er niet onderuit, maar dit is ook gewoon een attractie. Dus als ik hier gewoon 3 uur, 4 uur in ga zitten en me lekker ga eten en lekker ga chillen, dan telt het ook. Dus ik zeg, start de draaimolen maar. Ja. Dit hou ik wel vol, ik ga je vertellen. Oké, we gaan naar een andere attractie toe. Een rustige attractie. Ik wou erheen rennen, maar ik ga lopen, want anders gaat het niet goed. Ik ga nu uit de attractie stappen, dus de tijd kan nu ingaan. Ik ga een tas pakken. Dan hoef ik niet meer continu hierheen. Ik heb helemaal geen trek. Of fruitje is wel beter. Fruitje. Milkootje. Let's go. Hey, daar ben ik weer.
serieus, hoe ga ik nou hier de hele dag volhouden? Dit is voor mij attractie nummer 3 en ik ben nu al koekoek. Oké. Deze is best wel chill, deze is rustig, dus we gaan hier nu even heel lang in zitten. Even bijkomen. Oh, dit is top, hè. Oh, man, dit is echt top eventjes, hè. Ik moet nog even feedback geven op een paar nieuwe video's die we aan het maken zijn. Je wordt echt misselijk. Hoe kan ik nou video's kijken? Ik ga nog even een rondje doen. Ik weet niet hoeveel het rondje dit al is. Maar ik hou dit echt heel lang vol. Want dit is chill. Ik hoef zelf niet te rijden. Top, hij was top. Ik ga eruit, want het ding gaat zo langzaam. Het is zo saai. Ik wil hem de hele tijd aanduwen. Zo langzaam gaat het. Dus we gaan ergens anders heen. We gaan hiernaast naar de draaimolen. Die gaat iets sneller. Bam. Dankjewel. Doei, doei. Ik ga naar de volgende attractie. En jongens, nee, ik ga wederom niet in een achtbaan zitten. Maar ga wel weer in een attractie. Dus zodra ik de grond aanraak, begint de tijd. Waar staat dat ding? Oh, hier zo. Ik moet erin. Hey, Stefan! Wacht op mij! Zit jij hier ook? Nee, ik heb net mijn tas. Ik ga pissen. Oké. Okay. Ik ga dit ook lang volhouden, kan ik je vertellen. Ik ga misschien slapen, joh. Oh, ik voel me niet zo lekker. Dat had ik beter niet kunnen doen. De draaimolen is ook open, hè? Ja, top. Ga ik daarheen. Oh, uiteindelijk. Oh, ik ben een beetje thuis. Dit is ook een attractie. Hey, niemand heeft mij verteld dat dit geen attractie is. Dus ik ga hier ook alleen maar in rijden. Dat is toch geen attractie? Dit is toch een attractie? Kijk, ik rij alleen maar rondjes door het park. Hartstikke leuk toertje. Dat telt niet, dat gaat van je tijd af. Tour de la Park! Dat gaat van je tijd af. Tour de la Park! Hij had verlies, hij moest straks ergens in blijven zitten. Tour de la Park. Nou, welkom. Aan de rechterkant ziet u een prachtig restaurant. Mooi, echt heel mooi. En aan de linkerkant ziet u een draaimolen die niet aanstaat, want de jongens van StukTV hebben het hele park voor hunzelf. Oh, en heeft u ook nog kleine kinderen later? Jawel, die heb ik toevallig. Dan kunt u ook lekker in de speeltuin. Ook hartstikke leuk. Volgende attractie. Rugzakje. Oké, dan hebben we wat drinken mee. Even een kussentje, dan kan ik even tot rust komen. Top, let's go. En door. Wat is boven? Is ook een bovenverdieping? Oh, er is gewoon een bovenverdieping, hè? Wat lijkt. Ik vraag gewoon boven houden. Welkom in de living room. This is where the magic happens. Hier zijn de bedden, zoals je ziet. Moet je eerlijk zeggen dat ik echt een beetje draaierig word hiervan. Ik ga eruit. Ik trek dit niet. Jezus, ik ga helemaal slecht in dat ding, man. Wat een ellende. Oh, fuck. Godsamme. En door. Let's go. Altijd wat ik ervan willen hebben. Superleuk. Woehoe! Zo, gaan we weer. Ik weet niet waar ik ben. Ik moet links, denk ik. Oh, gaat het goed? Gaat het goed? Ja, ik ga niet van mijn attractie. Ja, daar gaan we. Pak hem. Pak. Ja. Yeah. Kom op, pak hem! Pak hem, hou vast! Voor! €5 naar de haai. Nou, dan gaan we, dagje. Hier word je ook misselijk van. Eigenlijk word je van alles misselijk in een pretpark. Het is helemaal kut. Oh, ik kan niet meer lopen zo meteen. Ik word helemaal gek. Alles draait. Eerst helemaal duizelig, toen mijn maag omhoog en naar beneden, nu weer duizelig. Ik kan echt niet meer. Maar we moeten nu gaan eten. Ah! Biertje, leuk spelletje. Ook mee, kussentje om te slapen.
tanden poetsen. En mijn baby die gaat mee. Ik zie de tijd gewoon hieronder in beeld weg. Spelletje spelen. Doe ik elke dag. Ja, kunnen. Raak je linkeroor aan met je rechterhand. Doe maar. Hoe lang moet ik hierin zitten? Let's go. Ik ga nu naar de tafel. Dan ga ik snel eten halen. En dan ga ik dat als een echt stuk twee klassieker opeten in de Goliath. Toby! Ja, Steve! Ik wil gaan eten. Ik ga ook eten. Ja, we gaan naar de Goliath, oké? Okay? Ja. Ga je mee? Ik ga mee. Wat ik heb pannenkoeken, poedersuiker, biertjes, chips, bestek, bordjes. Ik neem tomaatjes mee. Hey, top, let's go. Bob moet ook tandje poetsen. Je kan niet als mens zo lang achter elkaar in een attractie. Echt niet. Ik ga dat niet volhouden. Dat hou ik echt niet vol. Dus ik dacht dat het een hele leuke opdracht was. Maar Steve, ik hou echt heel veel van je. Je hebt heel veel credits opgebouwd de afgelopen 8 jaar. Ik ga een biertje drinken. Gewoon op het terras. Terwijl hun lekker in de Goliath zitten. De Goliath! Ik heb hier nog nooit normaal in gezeten, alleen als ik aan het eten ben. Dat gaan we vandaag weer doen. Eten in de Goliath. Fucking vet. Wat is er? Waarom? Hoezo doet hij het niet? Hij doet het altijd. Ik kom hier al jaren. Dit is mijn huis. Dit is mijn droomopdracht. Als hij het niet doet, dan vallen mijn dromen. Als Goliath zegt van ik wil niet, dan is er iets fout. En ik ga niet in een kapotte Goliath zitten. Ik hoor iets. Ik hoor, ja! Ah, hij doet het! Let's go! Hoe kan dit jouw droomopdracht zijn? Dit is toch top, jongens. Dit is waar het ooit eigenlijk een stuk wel echt begonnen is. Waar het echt gaan lopen is die opdrachten, die rollercoaster mules, dat was de shit. En dit... Headshot! Ik zou zeggen, eet smakelijk. Steve, ja. Hoe was je pannenkoek? Ik ging de eerste helling naar beneden. Ik heb geen ene. Die pannenkoek vloog weg. Was de vliegende pannenkoek? Ik heb geen idee. Oké, we gaan nog. Ik heb nog 2 pannenkoek en ik heb een zak chips. Nou, dan gaan we weer. Godverdomme. Kunt er al dingen af? Het is toch een droom die uitkomt dit. Het is gewoon donker, hè? Kijk hoe vet, gast. Jongens. Lekker biertje, jullie hebben verdiend. Proost. Dit was mijn droomopdracht. Ik heb de dag van mijn leven gehad. Jij vond het af en toe iets minder. Nee, ik vond het iets minder. Maar alles in het teken om jou geluk te zien. Zeker. Ik kan echt geen attractie meer zien. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb echt een topdag gehad. Vond jullie thuis ontzettend tof? Geef dan even een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Stuur deze video door naar je tante in China. Helemaal te gek. En dit soort gekke dingen gaan we natuurlijk volgend jaar gewoon nog steeds doen. Dan kan je altijd voor naar Stuk TV komen. En volgende week is het Thomas' beurt, hè? Ja, zeker. Wat ga je doen? Ik ga nog helemaal niks klappen. Dan hebben we 2 verrassingen voor de kijker, want aanstaande zaterdag is de finale van Roadtrippers. Wie gaat er winnen? En dan volgende week, droomopdracht. Kijken.
Thank you.